Zweden en Finland zijn voor meer dan de helft bedekt door bossen. Niet zomaar bossen, maar goed beheerde bossen waarvan de aanwas groter is dan de kap. Er groeit genoeg hout voor de productie van 270 houtskeletbouwwoningen per uur. Ruim 80% van het Nederlandse bouwhout is Noord-Europees vuren. Vandaar dat door de Zweedse en Finse zagerijindustrie de stichting Zweedse en Finse Houtinformatie werd opgericht. Het doel van de stichting wordt nader toegelicht door haar directeur, de heer Johan. De Zweeds-Finse Houtinformatie heeft als taak technische informatie te verspreiden over het juiste gebruik van vuren uit Zweden en Finland. Onder andere over houtskeletbouw. Ruim 90% van de eensgezinswoningen in Zweden en Finland worden gebouwd met de houtskeletbouwmethode. Daar gebruiken ze hetzelfde vurenhout wat wij hier in zo grote mate beschikbaar hebben in Nederland. Het is dus logisch om deze technische kennis uit Zweden en Finland te halen. Het aan te passen aan de Nederlandse bouwtradities en normen. En deze gegevens te verspreiden aan belangstellenden. Wij zien deze film als één methode om een gedeelte van deze informatie aan belangstellenden door te kunnen geven. Verreweg het meeste vuren dat wij uit Zweden en Finland importeren, komt Nederland binnen per boot en wordt in houthavens gelost. Met het hier losliggende hout is de beschermfolie tijdens het transport vastgehouden. Met deze afmeting wordt met modern materieel in minder dan één dag gelost. Na het lossen van de houtpakketten gaan deze naar overdekte houtloodsen voor verdere sortering en opslag, of worden rechtstreeks naar de uiteindelijke afnemers vervoerd. Goed doordachte tekeningen en bestekken vormen de basis van een effectieve houtskeletbouw. We vroegen de heer Bink, directeur van de woningbouwvereniging Savo te Zwolle, over de voordelen van houtskeletbouw in een stadsvernieuwingsproject. In principe is een stadsvernieuwingsgebied praten we over drie belangrijke voordelen. De eerste plaats de snelheid van het bouwen. De tweede plaats de funderingstechniek. In de bestaande situatie ook met de omgeving van de bestaande gebouwen. En de derde plaats de opslagproblemen die je altijd in binnenstadsgebieden hebt. Als ik daar even op terugkom en kijk naar het eerste punt. Snelheid van bouw is bijzonder belangrijk. Zeker ook voor de bewoner die uitverhuisd is en naar zijn oude woonsituatie zo snel mogelijk terug wil. Hele belangrijke zaak. Dat kun je op deze wijze met houtskeletbouw realiseren. Tweede plaats, als ik dan even kijk naar de funderingstechniek. De bestaande bebouwing kent natuurlijk nogal wat problemen als je gaat heien met scheurvorming in de gebouwen en dergelijke. Waarbij je aanspraak kunt krijgen en tot enorme kosten kunt komen. En als derde element, wat ik al even zei, de opslag. Opslag van materiaal. In stadsvernieuwingsgebieden is de opslag van het materiaal natuurlijk altijd uiterst moeizaam. Je zit in beperkte ruimtes te werken. Op het moment dat we met pakketering kunnen werken, compleet geprefabriceerde elementen kunnen aanvoeren op de bouwplaats, dat direct kunnen verwerken, dan houdt dat in dat je daarmee eigenlijk heel weinig opslagruimte nodig hebt. En dat is natuurlijk een enorm voordeel in beperkte gebieden zoals stadsvernieuwing is. Dit gat in het oude stadsdeel in Zwolle moet dus gevuld worden met woningwetwoningen uit te voeren in houtskeletbouw. En zoals bij de meeste woningbouwprojecten is men begonnen met het storten van de betonnen funderingen en worden de muurtjes om de kruipruimte uitgevoerd in gemetseld gasbeton. Tevens worden alle buizen van onder andere de riolering ingemetseld. Op de gasbetonmuurtjes legt men hier betonnen vloerelementen. Tijdens het funderen heeft de aannemer en houtbouwer De Groot in Vroomschoop
al heel wat houtskeletbouwelementen vervaardigd. Hierdoor treedt in de montage op de bouw geen stagnatie op. Het op lengte gezaagde vuren wordt eerst geschaafd, waardoor maatvaste afmetingen worden verkregen en het een glad oppervlak verkrijgt, wat de verwerking vergemakkelijkt. De werktafel voor het maken van wandelementen staat al klaar. Hierop worden de regels en de stijlen uitgelegd en aan elkaar bevestigd, een eenvoudige maar doeltreffende methode. Om het element later te kunnen identificeren, krijgt het een codenummer. De onderste regel wordt voorzien van een vochtwerende strook. En een strook dampremmende folie. Plaatmateriaal geeft stabiliteit en sterkte aan het element. Dit buitenwandelement van de begane grondvloer is klaar om naar de bouw getransporteerd te worden voor montage en verdere afwerking. Op deze werktafel worden vloerelementen geprefabriceerd. Het plaatmateriaal wordt aan de vloerbalken vastgelijmd en genageld, waardoor een nog sterkere en kraakvrije constructie wordt verkregen. Op de bouwplaats heeft men ondertussen de stelregels uit- en vastgezet. Het werk loopt dus parallel. De uiteindelijke indeling van de woning wordt nu al zichtbaar. In de fabriek is men intussen al bezig de buitenwanden van de eerste verdieping te prefabriceren. Deze worden helemaal afgewerkt, inclusief de warmteisolatie. Weer andere elementen worden hier al voorzien van de benodigde ramen. Ook wordt de vuren gevelbekleding in de fabriek aangebracht. Deze aanpak levert tijdwinst op bij de montage en vereist minder materieel aan de stijgers. Op deze werktafel prefabriceert men de dakspanten met uiterste precisie.
Vingerlassen en nagelplaten vergemakkelijken de montage van de elementen aanzienlijk. Het lichte gewicht van de elementen vergemakkelijkt de transport en de montage op de bouw. Men begint met de montage van alle wandelementen van de begane grond, inclusief die van de schuur. Element voor element worden volgens de aangegeven codes op de juiste plaats gebracht. De stelregels met de driehoekige richtlat bewijzen nu hun dienst. Waterpasstellen zijn vanzelfsprekende zaken bij de constructie van houtskeletbouw. Zodra men enige wanden heeft gemonteerd, kan men beginnen met het aanbrengen van de warmteisolatie, zoals hier bij de woningscheidende wanden. Zijn de wanden van de begane grond goed gestabiliseerd, dan worden de vloerelementen van de eerste verdieping gemonteerd. Hoge eisen worden gesteld aan de tocht- en kierdichting van de voegen tussen de elementen. Ook het nauwkeurig plaatsen van het element is belangrijk en wordt hier gestuurd door de reeds eerder genoemde driehoekige richtlat. Ligt het vloerveld van de eerste verdieping, dan is het tijd voor de montage van de wanden van de eerste verdieping. Doordat deze elementen al zover zijn afgewerkt in de fabriek, bespaart men veel tijd op de bouw. De woningscheidende wanden zijn al voorzien van een geveltop, wat veel voegwerk bespaart en bouwvisies een goede detaillering biedt. De viltstrip tussen de elementen zorgt voor een effectieve tochtdichting. Deze holle ruimte wordt nu gevuld met minerale wol, omdat hier een binnenwand op aansluit en men er later niet meer bij kan. De gevelelementen, die al in de fabriek van glaswerk zijn voorzien, worden deskundig op hun plaats gemanoeuvreerd. Het dak vormt de laatste fase van de montage van het skelet en start met de montage van de spanten.
Door middel van het opwaaianker wordt de dakspand stevig aan de woning bevestigd. Na de montage van de spanten wordt het dak verder afgewerkt met plaatmateriaal. Mineralenwol, panlatten en dakpannen. Intussen is de binnenafwerking al volop in gang. Hier het monteren van een trap. Bij het aanbrengen van installaties komen de vele voordelen van het houten skelet naar voren, zoals het gemakkelijk kunnen bevestigen van de leidingen en de vele holle ruimte die benut kunnen worden voor het doorvoeren van deze leidingen. Deze leidingen dient men zoveel mogelijk te concentreren. Doordat het huis tocht- en kierdicht is gemaakt, vervult het ventilatiesysteem een belangrijke functie. Verdere afwerking bestaat uit het afschuimen van de kozijnaansluitingen, het isoleren met mineralen wol het aanbrengen van de dampdichte folie aan de binnenzijde, het monteren en afwerken van de gipsplaten. Een schroef in de elektriciteitsdoos drukt zich door de gipsplaat heen, waardoor de plaats van de doos gemarkeerd wordt. Eenvoudig, maar uiterst doeltreffend. Afwerking van de betonnen begaande grondvloer. En het spuiten van de wanden en plafonds sluiten de binnenafwerking van het skelet af. Gelijktijdig metselt men de buitengevel op, sluit de installatie aan op het gemeentelijke net en completeert de vurengevel bij de woningscheidende wand. Hoe denkt nu de aannemer van dit project over de toekomst van houtskeletbouw? De heer Thijema, directeur van de groot aannemingsmaatschappij te Vroomshoop. Wij zijn erg optimistisch. Optimistisch daarom, omdat de woning die we gebouwd hebben voor kopers en huurders, die kopers die zijn buitengewoon positief over het wonen in de houtskeletbouwwoning. TH Eindhoven heeft overigens een enquête gedaan, waaruit blijkt dat 98% van de bewoners bijzonder positief was. Die consument die bepaalt uiteindelijk de toekomst van de houtskeletbouw. Na een totale bouwtijd van 3 tot 4 maanden is het project gereed en kunnen de bewoners genieten van een hoog wooncomfort voor een lage prijs in een woonwijk goed aangepast aan het overige stadsmilieu.